Deze maand vinden we in heel wat Vlaamse bossen en op de hei jongeren terug die verdachte bewegingen maken. Jawel, beste kijker. Onze jeugdbewegingen zijn weer opgeladen en starten massaal aan het nieuwe werkjaar. Zo ook in de bossen van het domein Puitvoet in Sint-Niklaas, waar op zaterdag 1 september de leden van het Jeugdrode Kruis samenkwamen om hun werkjaar in te luiden. Dit weekend is onze jaarlijkse startdag. Ja, daarin stellen we ons nieuw jaarthema voor en gaan we dus met ons nieuwe werkjaar van start. We stellen het jaarthema voor. In de voormiddag hebben we altijd een spel in het kader van het jaarthema over vluchtelingen, een inleefspel. In de namiddag zijn er dan workshops en we eindigen met een spectaculaire vijf. We zijn bezig met een workshop over hoe dat spelen veranderen. Dus nu moeten we het spel uitwerken en we moeten daar een nieuwe regels aan toevoegen. En zo ontwikkelen we een nieuw spel eigenlijk. Wij zijn nu op de vlucht, dus het is een workshop van het Centrum voor Informatieve Spelen. En we zijn in twee groepen verdeeld. We hebben een groep vluchters en we hebben een groep fixers, hoe zal ik het noemen? Ik ben de vluchteling. Ja, en ik ben in dit geval de fixer, dus hij is degene die naar mij komt om vervoer te vinden om in België te geraken. Ik kom erop neer en hoop ik dat het mij niet te veel meer gaat kosten om in België te geraken. Ik merk dat er heel veel kinderen daar echt interesse in hebben in Jeugd Rode Kruis, dat veel kinderen daarin geboeid zijn en dat ze allemaal meer willen leren over deze te helpen en zo. Rode Kruis is super.